Oké, dames en heren, we hebben buiten een zeer speciaal exemplaar staan. Het is een... het is een goblin! Yo, wat een intro, niet? Yo! Koning Malino, eindelijk in Team Survival. Gegroet, Koning David. Volg je het een beetje? Een klein beetje, wanneer ik tijd vrij heb. Goed genoeg, goed genoeg. Hoe is het ermee? Het gaat goed, Koning David. Dank u, met u. Ja, prima. We zijn hier helemaal geen koningen, wat lul ik. sorry, het gaat goed, meneer Survival David. Met u. Dankjewel. Ja, prima, prima, prima. In de vorige aflevering, ik ga gelijk down to business, hadden we het erover dat we eigenlijk meer diamonds moesten hebben, meer iron. Wie kan ik dan beter vragen dan een goblin? Want jij bent voor mij een goblin, toch? Ja, wacht even. Heb je een momentje? Ja, wat ga je doen? Ik keek even in het water. Ik keek even in het water van de weerspiegeling om te kijken of ik echt een goblin was. Zag het er goed uit? Ik zag er prachtig uit als een goblin. Oké, wat heb jij nodig? Behalve eten. Ik heb een axe nodig misschien. Dat is handig om te hakken. Heb je veer in je reet misschien? Goblins hoeven dat niet. Want goblins voelen zich al fijn onder de grond. Hè? Dus dat komt goed. Die heb je nodig. Ja, nice. Heb je ook nog fakkels nodig? Want die hebben we natuurlijk. Die zijn aanwezig in Koninkrijk Hans. Dat kan gewoon. Of zeg je van nee, ik kan alles zien. Geef mij maar 2 fakkels om een begin te maken. 2 fakkels om een begin te maken? Ja, want ik heb maar 2 fakkels nodig en dan kan ik een hele grote cave zien. Want ik ben een goblin, hè, dus ik heb speciale gaves. Oké. Jij krijgt... Oh, wacht, ik leg ze weer terug. Ik ben echt dom. Zo. Waar ben je? Oh, daar. Viel er helemaal niet op. Oké, 1, 2. Dank je. 3. Oh, ik heb 1 extra voor de bij. Voor de zekerheid. Dan kun je nog een keer naar jezelf kijken in het donker. Nou, bedankt. Ik heb hier, maar dat had je natuurlijk al lang gezien in mijn serie. Daarbij dat fakkeltje daar, wat daar staat. Daar kun je naar beneden. Ik zou zeggen, bewijs jezelf een goblin. Ik wacht hier 20 minuutjes. Half uurtje. Hoe lang wacht ik hier? Dus ik 25 minuten en 12 seconden precies. Oké. En dan kom jij terug. En dan gaat dat helemaal fixen. Ja, toch? Ja, dat komt helemaal goed. Ik ga even naar Paul kijken dan. Ik zie jou zo meteen wel weer. Is goed, ik ga aan de gang. Succes. Dank u. Nou, dat gaat Milan waarschijnlijk heel erg goed af. Ik kan nog gewoon steeds meeluisteren. Ik ga even kijken hoe wat Paul ervan maakt. Davio. Nieuw toetje volgens Milan. Ah, prachtig, Paul. Prachtig. Gaat hij het ook nog in de fik zetten of niet? Ik weet het niet. Ik laat Milan even zijn ding doen. En dan over 25 minuten en 12 seconden. Ik heb het net getimed. Dan komen we terug. En zullen we even kijken hoe zo'n echte goblin hij is. Ik heb zelf al in de, denk totaal 3 uur dat ik deze survival doe, heb ik al 9 diamonds gevonden. Nou, ik zie 10 diamonds al. 10 diamonds en heel wat iron. Ik ben benieuwd. En we zien Milan zo meteen alweer. Even kijken. Huh? Oh, hier. De tijd is nog niet om. Wacht 4 seconden. Kom, ga terug naar het hekje. Ja. 2. Ja. 1. Oh. Ja, waar ik heen? Ja. 0. Ja, nu ben je er. Oké. 25 minuten en 12 seconden. Wat heb je allemaal? Je zweeft. Ik zweef? Ja. Oh, nou niet meer. Raar. Oké. Wat heb je allemaal gevonden? Veel. Ik zal jou even de buit geven. Ik heb een dit. Ik heb een deze. Wacht even. Deze zit nog in mijn... Oh, mijn onderbroek zat hier nog vast. Ik heb dit. En 13 diamonds. Ja? Oh, wacht. Ik heb... Oh, ik had er nog eentje in mijn onderbroek. Ik vergeet ze soms. Deze had ik ook nog. En nou, je hebt je veren natuurlijk weer terug. Oh, en ik kwam ook nog een broertje van jou tegen. En dit heb ik ervan gemaakt. Ik weet niet... Was dat Hans? Ik weet het niet. Heb je Hans geslaagd? Sorry, niet dat ik daar. Nou, maar dankjewel. Oké, nice. Helemaal geen iron. Mag ik dat zelf houden? Oké. Ik heb... Wauw, 14 diamonds. Oké, ik heb een beetje iron. Hier zo, alsjeblieft. Is dat alles? Nee, dit is niet alles. Dit is alles. Ja, dat is alles. Gast. What the fuck? Wat? Dan heb je 25 minuten bij elkaar gefixt. En 12 seconden. Oh, dat deed het hem waarschijnlijk. Holy damn, man. Oké, cool. Alsjeblieft. Nice.
Dan hoeven we eigenlijk niet zoveel meer te doen, want dan is de aflevering wat mij betreft al geslaagd. Laten wij het dus even over nuttige dingen gaan hebben, Milan. Ah, hoektrommels. Jouw kanaal. Mijn kanaal? Is dat nuttig? Ja. Gozer, even serieus. Oh. Dus David Games heeft 140.000 abonnees. Dat is fucking bullshit. Dat is mijn banksaldo. Waarom? In Japanse yens, misschien? In Japanse yens, ja. Oké. Okay. Maar even serieus, doe even voor je allerbest wat mensen op jouw kanaal kunnen vinden. Want jouw kanaal is zo anders als die van mij. En dan tegelijkertijd ook zo geniaal. Iedereen die ik spreek, die zegt altijd van het is gewoon eigenlijk bullshit dat Milan nog geen 100.000 abonnees heeft op zijn kanaal. Nou, dankjewel. Ja, ik ben het er zelf niet mee eens hoor, maar doe je verhaal. Nee, okay. Vertel. Go. Je bent een klootzak. Shameless promotion voor dagelijks HD. Kom op, go. Nou, dagelijks HD. Ja, we zitten nu op de 67.000 of 68.000. Volgens mij al bijna 70.000 abonnees. Het is belachelijk veel natuurlijk, want ik ben nu 4 maanden geloof ik weer bezig. En ja. Nu al 70.000, dat is al sick. Dus ik heb de helft van DDG. Dat is al een hele prestatie. Wat ik upload is eigenlijk... ik heb iets volgens mij 3 of 4 video's van mezelf op een dag. Ga staan stil. Dat is fucking irritant. Ik ga stilstaan. Laat mij gewoon bewegen. Ga je gang. Oké, is goed. Ik ga stilstaan. Ik heb iets van 3 of 4 video's van mezelf op een dag. En ik speel echt van alles. Ik speel ook van die random games, zeg maar, die ik op internet vind. En die ga ik met allemaal vrienden spelen. Noem eens een voorbeeld. Cur Fever. Heb je waarschijnlijk nog nooit van gehoord. Het is een soort snake. Ik kijk jouw kanaal. Oh. Daar heb je natuurlijk al wel van gehoord. Ja. Dat is een soort snake. En dan moet je met lijntjes en zo. En dan mag je elkaar niet aanraken. En als je elkaar aanraakt ben je af. En dan wie als laatste overblijft die wint. Het is geniaal. Maar je speelt toch ook Oh My God Pop? Ik speel Oh My God Pop met heel veel vrienden. Allemaal van die kleine kutspelletjes als Zeeslag. En dat soort shit heb je online. Maar ik speel natuurlijk ook The Kingdom Malino. Uiteraard. Dankjewel. We hebben net een varken doodgeslagen. Gewoon praat maar verder. En ik speel sinds kort Cops and Robbers. Dat is de Minecraft minigame. Superleuke serie is dat. Ik ben ook gevraagd om dat te doen. Door wie was het ook alweer? Voor mij Ronald. Maar ik weet niet zeker. Het is echt heel leuk. Doe alles een keer mee op DAD. Dan doe ik een keer mee met jou. De server staat klaar voor jou. Oké. Okay. Geregeld via Trunker trouwens. Maar en voor de rest, ik speel... jezus. Oh ja, we doen heel veel tutorials van Minecraft ook nog. We hebben iets van 2 tutorials en 1 mod review per week van Minecraft. Dus het is elke dag plezier op dagelijkse day en heel veel variëteit. Variatie. Ha. Ja, oké, cool. En dat jij woont eigenlijk samen met een inmiddels ook wel enigszins semi best wel behoorlijk bekende YouTuber. Hoe heet hij dan? Kai! Ja, maar Kai is naar huis. Oh, komt hij nog weer? Misschien ooit nog weer. Ja, Kai in Isaac, beter bekend als Isaac in the Kingdom, die heeft inderdaad een maand bij mij gecrashed, gelogeerd. En die is nu omgetoverd tot grote YouTuber gewoon. Holy shit. En die doet het geweldig. Inderdaad. Maar we hebben het niet over Kai. We hebben het over dagelijkse D. Mensen... Ik wou zeggen de naam Koning Malino, maar dat is weer wat anders. Dagelijkse D, link staat in de beschrijving. Check het gewoon even. Milan, ik vind jou eigenlijk gewoon wel... Gewoon terecht de tweede gamer van Nederland. Gewoon go, gewoon hop. En eigenlijk ben je de eerste, want je was veel eerder dan dus David Games. Nou, niet officieel de eerste, maar de snelst groeiende eerste. Eerste, best wel heel grote YouTube kanaal met games. Dank u. Ja, dat heb ik goed gezegd, hè? Okay. Ja, dat klopt. Even vet. Kingdom doe je ook. Daar gaan we binnenkort ook weer samenwerken. Weet je nog niet. Hoe wil je bij deze? Uiteraard. Alsjeblieft. Dat heb je ook natuurlijk. En allemaal andere games die ik natuurlijk ook niet speel. Maar ook heel veel die ik wel speel. Namelijk Minecraft. En daar. Ja. Vet. En er komt nog een toernooi aan. Die we met z'n tweeën dan waarschijnlijk gaan doen. Gaan we nog helemaal niks over vertellen. Mensen denken nou, what the fuck? Ja. Ja. Dus ja. Ik zeg gewoon ja, want ja, het is altijd goed. Gewoon, oh ja. En dan later kun je zeggen, oh nee, dat bedoelde ik niet. Ja, welk toernooi? Nee, 100.000 euro? Nee. Echt niet. Kun je dat horen? Kun je dat winnen, ja? Nee, en de tweede prijs is dan een Minecraft-account. Cracked. Ja, cracked. Ja. Goeie. Naam aangemaakt. Oké, jongens, dat was hem. Bedankt voor het kijken. Abonneer ons even op... Ja.
Dagelijks HD, jongens. HD. Met twee A's en twee E's. Het is dus omgetogen. Het kanaal bestaat eigenlijk al 2,5 jaar, maar door omstandigheden moest ik overnieuw beginnen. En het is nu weer gewoon full power. 5 à 6 video's per dag met eigenlijk allemaal verschillende uploads op een dag. Ja, doen. Doe even een like op deze video, als je het leuk vond. Voor de volgende keer zoek ik weer een bouwer, denk ik. Want we hebben al heel veel diamond dankzij deze goblin. Mijn huisje moet nog af. We moeten nog... We moeten nog in de nether, moeten wij nog allemaal van die gas tiers vinden. Weet ik wat, allemaal shit voor potions en zo. Ik heb er helemaal geen verstand van. Dus ben jij een potion master, ben jij een enchant master, ben jij een bouwer... Dan wil ik je er graag bij. Laat ons even je Skype naam achter in de reacties. En misschien kies ik jou voor de volgende keer in Team Survival. Pas eventjes op voor nep dusdavids die jou in één keer toevoegen. Want iedereen ziet dan vervolgens je Skype naam. Ik vraag jou niet om je Minecraft login. Ik vraag jou eigenlijk helemaal nergens om. Ik voeg jou toe. En ik ga ook even met jou bellen. Zodat je zeker weet dat ik het ben. Dus geef alsjeblieft geef geen wachtwoorden af, jongens. Echt, ik heb serieus al zo'n bericht gehad. Pas er alsjeblieft mee op. Abonneer op dagelijks HD. Nog één ding. Voor nog meer Vla en... Maltesers en Red Bull. Nog één ding. Oh jee. Oh, die zat nog helemaal vast diep van binnen. Sorry. Eww, die wil ik niet. Log daar maar mee uit. Ik wil niet weten waar die vandaan komt. Jongens, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Later. Doeg.